Vandaag hadden wij hier holika-verbranding. Nadien hadden wij een kleine vuurwerk hier aangestoken. Nadien is een Tazelse groep hier van Subhas Promotion. Ze hebben ook gespeeld. En nadien hebben we wel geen activiteiten. Ik vind het wel jammer dat het zo is gebeurd. Elke jaar komen er tientallen duizenden mensen hier. Dat we iedereen hier gezellig maken en dergelijke. Maar jammer dat we dit keer ook geen vergunning hebben gekregen. Eigenlijk nu, hoe het holika verbrand is, mag je nog niet spagwa spelen. Pas volgende dag, als we eerst met de as hebben gestrooid, dan pas mogen wij spelen met poeder en dergelijke en kleursel. COVID is vervelend, hè, voor zulke activiteiten. Ja, ik vind het wel jammer dat er zo is, maar ik hoop dat het volgend jaar nog beter kan worden. Jullie hadden normaal de grootste, hè? Ja, ja. Dat klopt. We hebben eigenlijk de grootste holika hier. Zeker een 16 tot 20 meter hoog. Met een pop erop. Maar dit keer hebben we niet kunnen alles regelen. Hoe hoog was het dit jaar? Ik denk 6 tot 7 meter. Niet te hoog. Er zijn toch wel wat mensen gekomen? Ja, kijk, zonder reclame. Zonder om mensen uit te nodigen en dergelijke. Want mensen zijn gewend om hier te komen. Daardoor zijn er zoveel mensen hier gekomen. Dat vind ik wel leuk. En heel dankbaar dat die mensen zijn gekomen.